Dames en heren, vrijdag 5 augustus heeft het constitutioneel hof een markante uitspraak gedaan. Ze hebben onze kiesregeling getoetst. En daarbij zijn ze tot de conclusie gekomen dat er strijdvaardigheden zijn met lokale en internationale regelgevingen, zowel verdragen. In verband hiermee praten we met Angelique Del Castillo. Ze is voorzitter van de politieke organisatie DA91 en het is de eerste politieke organisatie in ons land die publiekelijk een beroep had gedaan in 1991 om die kiesregeling te wijzigen. Mevrouw Del Castillo, toen die oproep werd gedaan in 1991, was u zelf nog heel erg jong. Maar u bestaat, ja, maar ja, dat is daadwerkelijk zo. Maar u ziet er overigens nog heel erg jong uit, dus laat me dat ook goed zeggen. Maar kijkt u hoe komt het bij u over dat mensen zo lang hebben moeten wachten voordat het systeem in ons land tot de conclusie is gekomen dat iets al die tijd niet goed was? Ja, natuurlijk is het altijd een goed moment wanneer het eindelijk doorkomt. Maar we hebben wel heel lange adem moeten hebben als partij. Het heeft allemaal gelegen aan verschillende zaken, denk ik. Onder andere de bewustwording zelf bij de kiezer ook. Ik denk dat er nu door de jaren heen hebben we de issue levend gehouden. Elke keer hebben we het weer herhaald. Elk verkiezingsprogramma kunt u kijken, vindt u het weer terug. DA91 is consequent daarmee geweest, steeds geëist dat het veranderd wordt. We hebben in alle commissies meegedaan, ook recentelijk nog bij de commissie Weidenbosch onder de regering Bouterse. En steeds hebben we dezelfde boodschap herhaald. Dat het kiesstelsel in strijd is met onze grondwet. In strijd met burger- en politieke rechtenverdrag. En in strijd met het mensenrechtenverdrag met de OAS. En dat er verandering in moet komen. Eerlijkheid, een evenredig en gelijkwaardige stem moet door iedereen worden uitgebracht. Het heeft lang geduurd en dat heeft natuurlijk ons land gekost. Elke verandering die noodzakelijk is voor recht en rechtvaardigheid, die tot gevolg heeft ontwikkeling, want dat moeten we goed vasthouden. Wanneer je een onrechtvaardig systeem hebt, dan gaat dat ten koste van de ontwikkeling. Die gaat vertraagd of die staat stil. En dat hebben we ook gezien bij ons. We hebben gezien dat onze instituten verschrikkelijk zijn uitgehold door de jaren heen, vanwege het feit dat de wijze waarop ons hoogste orgaan van staat tot stand komt, niet een goede vertolking is van de wensen, de ambities en de aspiraties van het Surinaamse volk. En dat is dus de prijs die we hebben betaald. We zien vandaag ook heel wat beleidsproblemen hebben aan de grondslag liggen, dat de keuzes die we moesten maken door de jaren heen en de wijze waarop de stemmen werden gewogen, niet recht en rechtvaardig was en dus niet tot gevolg kon hebben een goede en positieve ontwikkeling voor de samenleving. Ja. Mevrouw Del Castillo, het heeft 31 jaar, pakweg 31 jaar lang geduurd. Wat is uw opvatting dat bestaande politieke partijen, zoals de VHP, ik zou niet zeggen de VHP van nu, maar de VHP van toen, en de NPS, ik zou niet zeggen de NPS van nu, maar de NPS van toen, het al die tijd niet hebben gezien dat het belangrijk is voor een samenleving, voor rechtvaardigheid? Waarom hebben ze dat stukje rechtvaardigheid overgeslagen in hun denkpatroon? Het was wat aan de grondslag daaraan ligt, is waar wij ook steeds naar hebben verwezen, ook in steeds ook wat we geschreven hebben, ook recent weer naar het parlement, het huidige parlement, zijn dus dat het politiek opportunisme. Het politiek opportunisme om op basis van, en vooral de etnische politiek die werd gevoerd, ging men na dat op basis daarvan de districten een bepaalde etnische meerderheid vertoonde en dat op basis daarvan die partijen voordeel oogsten met, noem het maar, die goedkope zetels in die districten in het binnenland en onder andere ook in Koroni, want de partijen waren daar toen sterk en dan had je weer een etnische verdeling in Wanica en Saramaka en zo. En men koos er dus voor om het maar zo te laten, omdat men er partijpolitiek voordeel uithaalde ten koste van het belang van die totale samenleving. Daarom hield men het in stand. Maar nu zijn, wat ik zeg, er zijn veranderingen in de samenleving. Men ziet ook de partijen, net wat je zegt, die hebben ook een ontwikkeling intern doorgemaakt.
En die zien nu ook dat het beleid dat dringend noodzakelijk is om Suriname weer op het juiste spoor te krijgen, niet gediend is om nog langer stil te staan of achteruit te gaan door een kiesstelsel dat zeer onrechtvaardig is. Bovendien roeren steeds meer burgers zich en zeggen wij accepteren niet meer dat onze stem in Paramaribo maar 1/11 is van een stem in Coroni of een stem in Sipaliwini. We accepteren dat absoluut niet meer. Dus wordt er ook druk van binnenuit in de partijen uitgeoefend om die verandering vorm te geven. Bottom line, de voordelen die ze hadden, die zijn komen te vervallen. Ja. Mevrouw Angelique Del Castillo, voorzitter van DA 91. Het Constitutioneel Hof heeft die uitspraak gedaan. Het is bekend. In principe komt het er simpel op neer. De bestaande kiesregeling die mag in de prullenmand gegooid worden. Dat is om het simpel uit te leggen aan die samenleving. Maar het Constitutioneel Hof is niet een orgaan die wetten moet maken. En voor een nieuwe kiesregeling, zo je wilt een aangepaste kiesregeling, daarvoor hebben we de Nationale Assemblee nodig. En daarvoor heb je met een gewone 2/3 meerderheid, kan men al een wijziging inbrengen. Wat is jouw opvatting hierover dat het huidige parlement met de huidige politieke partijen die zetels hebben, een oordeel gaan vellen over langtermijn toekomst van een kiesregeling, terwijl er ook politieke partijen zijn die ook destijds parlementaire zetels hadden, echter nu niet in het parlement zijn, maar ook een eigen opvatting hebben. Hoe zouden die partijen betrokken kunnen raken in die hele discussie, zodat er een juiste weergave is? Nou, Farid, wij hebben steeds ook gezegd en aangegeven en onze acties ook als zodanig ingericht dat we vinden dat elke burger, niet eens alleen de politieke partijen, hè, elke burger moet inspraak hebben in hoe het nieuw kiesstelsel eruit gaat zien. Omdat de burgers nu ook beseffen dat de consequenties van een onrechtvaardig en een politiek opportunist, partijpolitiek opportunistisch kiesstelsel uiteindelijk grote nadelen voor de hele burgerij en voor onze toekomst met zich meedraagt. Die democratie is er niet mee gediend. En wij, dus als uitgangspunt hebben wij dat die 2/3 meerderheid in de assemblee niet voldoende is om dat kiesstelsel te verwijzigen. In die zin, wanneer ik zeg niet voldoende, bedoel ik het beantwoordt niet aan de aspiraties van de samenleving. De samenleving vereist inspraak. Als partij hebben wij dat steeds gedaan, zoals ik zei, door mee te doen in elke consultatie, maar ook ongevraagd. Vanaf de regering Santokki aangetreden is, hebben wij al verschillende malen, ik meen zeker 2 tot 3 keer, onderhoud met de leiding van de DNA gehad over het kiesstelsel. We hebben hun aangeschreven en hebben nadien een ontmoeting met ze gehad om bij ze te benadrukken hoe belangrijk het voor ons is dat het kiesstelsel wordt aangepast en ook langs welke lijnen wij die aanpassing mogelijkerwijs zien. Ook naar de president hebben wij een brief geschreven, een jaar of 1,5 terug, denk ik, kort na zijn aantreden, om hierop aan te dringen. Dus wanneer we kijken naar hoe ze te betrekken, nou dan zou het beste zijn als de DNA ertoe over zou gaan, om natuurlijk, zoals de commissie Weidenbos was, ook weer de partijen erbij te halen. Nu, zeg maar, moet het concreter, iedereen met zijn idee, zijn plan, zijn voorstel, en zo een sessie te houden en daar die inspraak van te krijgen en tot een voorstel te komen dat voor iedereen beter is, voor de samenleving rechtvaardig is en voldoet aan de grondwet. Maar tegelijkertijd ook de burgers inspraak te geven. Het mooiste natuurlijk zou zijn, Farid, als de DNA die 2/3 meerderheid gebruikt om een referendum uit te schrijven. Ja, maar ten aanzien van een referendum, dan kan men altijd zeggen, de grondwet geeft expliciet aan hoe je tot die wijziging moet komen. Dus ze kunnen überhaupt zeggen, een referendum hierover is mogelijk niet nodig. Maar ongeacht, als er een interne grote nationale discussie mag komen hoe je dat ding wil gaan inkaderen, uiteindelijk is het huidige parlement in the end of the day die het besluit gaat nemen. Die het besluit gaat nemen, als ze tenminste geen referendum willen houden. Maar het kan dan ook best voorkomen dat een model dat daar op tafel ligt en ze nemen het besluit, toch niet inspireert aan de weergave van wat delen van die samenleving wenst. Dus kan het niet voorkomen dat gedachtegangen van jullie en andere partijen mogelijk niet erin worden geïncorporeerd, terwijl jullie wel zijn gehoord? Want ze kunnen altijd zeggen, ik heb je op het feestje uitgenodigd.
Maar uiteindelijk incorporeert ze gedachtegang niet. En er komt weer een besluit met een simpele 2/3. Kan dat niet gaan gebeuren? Ja, dat kan zeker gebeuren. Omdat, net wat ik zeg, de partijen die er nu vanaf zien zijn, is omdat het partijpolitiek voordeel is komen te vervallen. En we moeten nog merken dat het daadwerkelijk het groter belang eigenlijk overweg heeft gekregen, in plaats van een nieuwe berekening vanuit hun partij, van waar ze hoe ze het beste, de meeste zetels eruit kunnen slepen. Dat gaan ze altijd doen. Niemand gaat nu een model maken dat ze letterlijk en figuurlijk naar een begrafenisplaats brengen. Dat gaan ze niet doen. Dus ze gaan ook hun kansberekeningen maken, toch? Maar uiteindelijk, Farid, heeft het constitutioneel Hof een uitspraak gedaan dat zaken in strijd zijn met de grondwet. Dus de opdracht is, impliciet, dat je iets een kiesstelsel vormgeeft dat zo dicht mogelijk nadert of liefst naadloos aansluit op de intenties en de geest van onze grondwet. En vandaar dat wij zeggen dat het moet worden voorgelegd aan die samenleving. Die 2/3 meerderheid moet aangewend worden om een referendum uit te schrijven voor het Surinaamse volk, zoals we dat bij de grondwet toen hebben gedaan. Dat moet gedaan worden, zodat elke burger zich kan uitspreken en het een breed gedragen wijziging en stelsel wordt, wat mensen stimuleert naar de stembus. Want anders wat je kan krijgen, is dat mensen toch niet naar de stembus gaan. En Farid, nu het constitutioneel Hof heeft gezegd dat zaken in strijd zijn met de grondwet, als men dit soort zaken in stand houdt, zou dat ook kunnen betekenen dat partijen met principes en een gevoel voor recht en rechtvaardigheid, internationaal de regering aanbrengen hiervoor en de assemblee, dat zij weigeren te voldoen aan de opdracht vanuit het constitutioneel Hof in feite. Maar dat kan ook gevolgen hebben dat partijen kunnen zeggen, wij doen niet mee aan een verkiezing onder deze omstandigheden, omdat het bij voorbaat een oneerlijke verkiezing is, en datgene wat er uiteraard niet acceptabel is en misschien zelf juridisch aanvechtbaar is, dat zij daar daadwerkelijk op stoelen gaan zitten. Oké, mevrouw Angelique del Castillo, jullie hebben al jaren erover nagedacht. 31 jaar geleden heeft de partij, toen onder leiding van Dr. Winston Jessen toen der tijd, reeds gewacht van gemaakt. Jij was er ook bij, maar alleen zat jij nog in de jeugdafdeling van toen. Maar welke opvatting hebben jullie nu en welk model denken jullie dat het best zou zijn? Want nu we weten dat dit niet werkt, neem ik aan dat jullie wel een model hebben. Ja, we hebben dat model ook eerder gedeeld, dacht ik, met de Nationale Assemblee, meen ik. Ik moet eventjes de briefwisseling nagaan. Maar waar het model wat wij voorstaan, wij willen dat die democratie dus verdiept wordt. Het gevoel van recht, rechtvaardigheid en gelijke weging van stemmen moet centraal staan. Dat referendum is voor ons heel belangrijk eigenlijk. We willen een goede afspiegeling van de aspiraties van ons volk in alle volksvertegenwoordige organen. En we kijken dus naar een evenredige, landelijke evenredige vertegenwoordiging. Echter zeggen we willen de verkiezing voor de Nationale Assemblee dan in 2 lagen doen eigenlijk. Je hebt de 41 van de 51, die gaan voor die landelijke evenredigheid. En die 10 die resten, dat is net zoveel als we districten hebben. Voor elk district is er 1 zetel beschikbaar nog met iemand die wel woon- en verblijfplaats moet hebben in het district. Bij de landelijke evenredigheid komt het woon- en verblijfplaatsbeginsel hoort dan te vervallen. Maar we willen dat mensen toch wel kunnen zeggen van er is echt iemand uit ons district in de DNA. En dat heeft ook een stukje te maken met het feit dat die decentralisatie niet helemaal op gang is gekomen en de regionale organen ook nog niet volledig functioneren zoals dat hoort. Want we hebben een districtsraad, we hebben resortraden. Maar in deze fase zeggen we laten we voor de 10, voor elk district 1 zetel, nog steeds met woon- en verblijfplaats in het district laten verkiezen. Ja, maar wat doen we met die DR en RR? Wat doen we daarmee? Gaan we die tent sluiten van ze? Nou, die DR en RR, wij zijn voorstander dat de RR efficiënter gemaakt wordt. Dat wil zeggen minder mensen in de RR, zodat men echt die weging moet veranderen. Want het moet efficiënter gemaakt worden. De wet regionale organen moet ook aangepast worden, zodat de mensen daadwerkelijk veel meer verantwoordelijkheden krijgen voor hun regio, voor hun resorten. En voor de districtsraden geldt hetzelfde.
die zijn nog steeds naar hoeveel resortraadsleden je hebt, krijg je districtsraadsleden. Maar we willen wel dus de resortraden afslanken in aantallen. Het moet efficiënter worden en de profielen voor de mensen die daarin geplaatst worden, moeten verbeterd worden. Het moeten echt mensen zijn die kunnen functioneren in de districten en de resorten. Ja, maar vanaf 1987, toen dit werd ingevoerd, tot heden zijn er ticht keren opmerkingen geweest van allerlei kanten, dat die RR en die DR-raden niet functioneren zoals ze moeten functioneren, om allerlei verhalen van dien, allerlei redenen van dien. Waarom moeten we iets dan toch in stand houden dat al die jaren gewoon niet heeft gewerkt, maar we willen het oplappen en met hetzelfde doorgaan? Nee. We moeten het niet oplappen. We moeten het gewoon corrigeren, verbeteren en zodanig inrichten dat het werk kan doen dat nodig is binnen dat idee van decentralisatie. Want we kunnen niet centralistisch blijven werken. Het is niet in het voordeel van onze districtsontwikkeling. De districten moeten, we willen dat districten zich ontwikkelen. Dat betekent dat je verantwoordelijkheden moet afstoten naar de districten. Dat betekent dat deze organen in die rol een functie moeten vinden, in die visie. Daarom zijn wij ook voorstander van een gekozen districtscommissaris. Omdat je districten moet gaan, eigenlijk een stukje ontwikkelen, districtsontwikkeling moet in hun handen daadwerkelijk komen te liggen. We hebben gezien dat er is financiële decentralisatie, allerhande decentralisatie, er is veel geld ingestopt, maar het is niet echt van de grond gekomen, Farid. Wanneer je met DC's praat, ook nu, merk je dat de DC's nauwelijks geld hebben ontvangen van de centrale overheid, waardoor ze helemaal gelimiteerd zijn om in hun district actie te ondernemen zoals dat zou horen. Ja. En dat is wat we moeten veranderen. En we moeten dus de resortraadsleden en districtsraadsleden met dusdanige mensen gaan invullen en dusdanige bevoegdheden en verantwoordelijkheden, dat zij daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling in hun district. Tot slot mevrouw Del Castillo. Sinds 1987 is dit systeem ingevoerd, het districtsstelsel, DRRR. We hebben met het systeem dat nu in de prullenmand is gegooid, hebben we de achterliggende gebieden relatief veel meer zetels toegegeven, toebedeeld, waarop ze hoogwaarschijnlijk geen recht op hebben. Wat is uw mening dat na zoveel jaren, ondanks het feit dat de districten een kiesvoordeel hebben gehad, of die districten werkelijk tot ontwikkeling zijn gekomen na al die jaren? Zijn ze wel tot die ontwikkeling gekomen of zijn ze juist achteruit gegaan? Behalve Paramaribo en Wanica, deze twee grote randgebieden. Ik heb het over Sipaliwini, Marowijne, Brokopondo, Nikeri, Koroni. Yeah. Want het verhaal dat nog steeds draait en die steeds film, is de never-ending story van ik ga niet vooruit. Wat is uw mening? Ja, dat is, je ziet het is schrijnend, Farid. We zijn recent nog in Brokopondo geweest, een paar dagen terug. Het is schrijnend hoe de samenleving niet vooruit gaat en vooral niet ten gevolge van handelingen van degenen die ze gekozen hebben. Maar dat heeft te maken met de wijze waarop onze mensen kiezen en waarop in de districten er campagnes gevoerd worden. De mensen beginnen nu in te zien dus dat ze anders moeten gaan kiezen, dat ze anders naar mensen moeten gaan kijken. Want tot nu toe werd gekozen voor een parlementariër, of voor een districtsraad, die ze niet eens kennen nadien. Ze zien de mensen niet meer, resortraadsleden, ze weten niet eens wie het is. Ook in de stad in Wanica, die hadden Paramaribo in Wanica, maar echt Farid, loop in de buurt in Wanica, vraag ze wie is uw RR, niemand weet het. Ze hebben de mensen nooit meer gezien na de verkiezingen. En dat zijn de zaken die dus moeten veranderen, maar dat verandert ook door hoe de burger gaat kiezen. En de burgers beginnen nu te beseffen dat zij moeten uitkijken naar de mensen op de lijst die ze ook voor de verkiezing vaker bezig hebben gezien, hebben gehoord, hebben gezien dat die mensen daadwerkelijk ook zonder nog in een functie te zijn, al wat zich inzetten om verandering te brengen in hun district, in hun resort, op welk niveau dan ook. Ja. Dat is hetgene dat nu bij de mensen, dat een van de belangrijkste zaken wordt om op te letten. Hebben die mensen een visie, hebben ze een inzicht, hebben ze dat eerder getoond, of wachten ze alleen om in die zachte plusjesstoel te landen en een goede vergoeding te krijgen en nadien hoor je niets meer van ze. Mevrouw Del Mevrouw Del Castillo, in 1991, met dit pijnlijk kiessysteem, dat intussen nu wel in de prullenmand is gegooid, heeft de DA91, ondanks het feit dat het in haar nadeel was, 9 zetels gehaald.
welke geen enkele politieke organisatie ooit in de geschiedenis van Suriname bij haar oprichting heeft gehad. 9 zetels. Die 9 zetels zijn later verdampt door het systeem. Uiteindelijk heeft DA91 nu geen zetels. Denkt u nu wel dat DA91 met een gewijzigd, eerlijker, rechtvaardiger systeem meer zetels kan gaan halen dan die 9 toen in een pijnlijk systeem? Ja, Farid, kijk, daadwerkelijk, we hebben die 9 in dat heel pijnlijk systeem gehaald. Het is pijnlijk op zoveel manieren. En een gewijzigd kiesstelsel en dat landelijk evenredigheidsstelsel biedt sowieso de ruimte voor burgers overal in het land om te stemmen voor de kandidaten die zij willen van DA91. DA91 gaat toen 9, ga maar na, Farid. Met een landelijke evenredigheid is het waarschijnlijk vandaag de dag misschien 12, misschien 14 zetels zelf. Dus wij gaan ervoor om de mensen, behalve dat het kiesstelsel gewijzigd is en daardoor veel meer ruimte biedt voor de mensen om overal in het land op ons te stemmen. Dus er bestaan geen verloren stemmen meer, zoals mij aan mensen leerde. Dat bestaat dan niet meer, want elke stem telt nog harder dan voorheen. En landelijk weliswaar. Daarnaast willen we de mensen een goed programma bieden, zoals we gewend zijn, praktisch uitvoerbaar. Dat daadwerkelijk die vicieuze cirkel van ellende en armoede zal moeten doorbreken. Op basis van het feit ook dat wij, zoals we gewend zijn geweest, ook al die 31 jaar, altijd mensen kandideren die heel goed, heel wat in hun mars hebben, zoals we dat zeggen, kennis en deskundigheid. Maar belangrijk ook daarbij, eerlijk zijn en niet besmet. Geen justitiële opsporingsberichten en ook geen verdenkingen op hun naam hebben. Mensen die daadwerkelijk met hart en ziel zich voor dit land willen inzetten. Angelique Del Castillo, voorzitter van DA91, mag ik u dankzeggen dat u vandaag met mij hebt willen praten.